Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gisteravond in de hervormde kerk de promotieavond onder leiding van Kirti Algu gehouden. Algu, haar studie was gericht op de religieuze diversiteit in Suriname en Guyana. Een verkenning van de institutionele ontwikkeling van het christendom, het hindoeïsme en de islam in het Caribisch gebied. Algu studeerde in 2011 af in Development and Policy. Algu geeft aan dat haar onderzoek naar institutionele ontwikkeling tussen religieuze groepen draaide om macht. De groep die de macht had, probeerde andere groepen te onderdrukken door middel van geweld. Algu ging in op de resultaten waarop zij tijdens haar zoektocht stuitte. In mijn zoektocht naar verklaringen voor de vrede in het Caribisch gebied stuitte ik op een aantal problemen. Ik merkte dat bestaande theorieën en modellen onvoldoende verklaringen boden voor de vrede tussen religieuze groepen in Suriname. In het Caribisch gebied, maar vooral Suriname, Guyana en Trinidad. Mijn onderzoek ging dus daarom hierover. Ik keek voornamelijk naar de responses van hindoes en moslims op christelijke dominantie in Suriname en Guyana tussen 1950 en 2014. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een vergelijkende analyse. Ik heb de naties van Suriname en Guyana vergeleken. Ik heb eerst de officiële statistieken, denk maar aan censusdata, geanalyseerd. En die analyses heb ik gebruikt als basis om meer diepgang, meer inzicht te vergaren in de relaties tussen religieuze groepen. Vervolgens heb ik alle data bij elkaar gebracht en dan heb ik de twee naties vergeleken. Hier wil ik uw aandacht voor vragen. Ik zei het u al, ik zocht naar verklaringen en ik heb toen een modelletje geconstrueerd op basis van bestaande concepten. En ik ging ervan uit dat er twee vormen van interreligieuze relaties zijn. Kirti Algu, die de promotieavond van de Anton de Kom Universiteit leidde in de hervormde kerk. Ze sprak over haar onderzoek waar zij in 2011 afstudeerde. De religieuze diversiteit in Suriname en Guyana, een verkenning van de institutionele ontwikkeling van het christendom, het hindoeïsme en de islam in het Caribisch gebied.